je laat zien hoe je het Converse logo toevoegt aan je website. Allereerst moet je dit bestand hebben, die vind je in OneNote, downloads en daar het zipje Converse huisstijl, download die naar jouw computer en open het Illustrator bestand Converse logo A3. Er staan meerdere bestandsformaten, sommige kun je ook wel aan de website toevoegen. Maar ik ga je laten zien hoe je dat op de mooiste manier doet. En dat is om hier een SVG van te maken. En dan krijgen we een vector graphic. Allereerst moeten we het tekengebied aanklikken in Illustrator. En die even wat kleiner maken. Zodat het logo er gewoon net in past. Nu gaan we de afbeelding opslaan als kiezen. En we willen hem in het mapje van de website opslaan. Nou, zoek even het mapje op in je Finder. Klik even op het IMG-mapje. En om dit even snel te doen, kun je deze vasthouden. En hier zo heen slepen. Dan ga je direct naar het IMG-mapje toe. We kiezen bij indeling SVG. Dan wordt het een vector graphic, oftewel een vector bestand. En die heeft het beste kwaliteit. En vector is tegenovergesteld van pixels. Hebben we een keertje in les met digitaal 2D behandeld. Tekengebieden kiezen we. En we noemen hem Converse-logo. Opslaan. Dit laten we allemaal op deze manier. En dan gaan we naar brackets toe. En laat je niet wijsmaken van wat je hier ziet. Dat komt in de volgende video. In de div, ik ben op home. Daar gaan we de video toevoegen. Dit is ook voor de volgende video. Daar gaan we de afbeelding toevoegen, sorry. Dus we pakken deze afbeelding. Command-C. Command-V. Dit selecteren we. Tab, slash bedoel ik. Kies Converse logo. Hier zetten we neer Converse. En ook bij title. En dan zijn we klaar. Even bekijken. En dan hebben we een Converse logo. Nou. Kijk aan. Nou, misschien ben je niet helemaal tevreden. Misschien wil je niet dat die zo breed is. Dan moet je even of de breedte veranderen, hebben we misschien deze 30% of 40%. Zodoende kun je dat een beetje aanpassen. Oké.